Later. Okay. Dankjewel, hè. Tot ziens. Welkom, Harry. Welkom. Jongens, een nieuwe taxicentrale. Hoe lang geleden is dat voor het laatst gebeurd? Voor wat wij hebben begrepen is het in de afgelopen 48 jaar wel een aantal keer geprobeerd. Maar zijn we de eerste die ook daadwerkelijk een vergunning krijgen in die 48 jaar in Amsterdam. Ja. Ja. Komt het nou door mevrouw Jorritsma? Die wil dat toch vrijgeven allemaal? Het beleid is op dit ogenblik inderdaad naar de deregulering toe. Want hoe werkt het nou precies? In Amsterdam, ik praat wel eens met die taxichauffeurs, dan hebben ze jij een vergunning kost 200.000 gulden. Ja. Maar dat heeft op zich niks met de centrale te maken. Er komen op dit moment geen vergunningen voor extra taxis bij. Vergunningen zijn dus schaars. En dat betekent dat ze daardoor een bepaalde waarde hebben. Zoals alles in onze maatschappij wat schaars is, dat krijgt dan een bepaalde waarde. Maar wat is dan jullie nieuwe systeem in die wereld? Wij hebben een volledig geautomatiseerde taxicentrale neergezet. Als u ons belt op ons nummer 0900 0724, krijgt u 7 dagen per week, 24 uur per dag, direct een taxichauffeur aan de telefoon. U beantwoordt via de druktoets op uw telefoon een drietal vragen. En dan gaat de computer voor u op zoek naar de dichtstbijzijnde taxichauffeur. Dus als ik nu een taxi wil hebben, we zitten nu in Amsterdam. Ja. En ik wil nu een taxi bellen. Ik stel voor dat de redactie dat eventjes doet. Dat is en dan goed. Gaat u voor mij een taxi bestellen hier in Duivendrecht. En dan, laat eens even luisteren. Ik heb hier geen druktoetsen. Nou, dat doen we voor u. Luistert u even mee? U bestelt hem voor mij, hè? Dat is goed. Dit informatienummer kost circa 22 cent per minuut. Nou, dat tikt lekker aan. Dat is kostendekkend, precies. Welkom bij Taxi Direct. Na het beantwoorden van enkele vragen proberen wij zo snel mogelijk door te verbinden met... U heeft ingevoerd 020. Als u staat in Amsterdam Centrum, kies dan een 1. Als u staat in Amsterdam Oost, Diemen of Duivendrecht, kies dan een 2. Drukt u op de 2. U heeft ingevoerd Amsterdam Oost, Diemen of Duivendrecht. Als u staat in de omgeving Oost... Oosterpark, Onze Lieve Vrouwengasthuis of de Wieboudstraat, kies dan een 1. Als u staat in de omgeving van het Amstelstation, de Hugo de Vriesbuurt of Betondorp, kies dan een 2. Als u staat in de omgeving Zeeburg, Havens Oost of in de buurt van het Muiderpoortstation, kies dan een 3. Je zal dronken als zijn. Als u staat in de Watergraafsmeer, kies dan een 4. Als u staat in Duivendrecht, kies dan een 5. Kies maar een 5. U heeft ingevoerd de omgeving Duivendrecht. Een ogenblik geduld, alstublieft. Wij zullen u zo spoedig mogelijk doorschakelen naar een vrije chauffeur bij u. We hopen dat we hebben nog een groot gebrek aan wagens door de zeer grote belangstelling van het publiek deze week. Jongens, die duurt toch veel te lang, zoiets? Nou, als u weet dat de gemiddelde wachttijd bij de oude centrale rond de 15 minuten is... en dat u hier, zeker als u de code kent, met een halve minuut doorheen bent... dan denken wij dat u behoorlijk wat tijd scheelt. Gaan de hotels er ook gebruik van maken? Dat doen ze al. Want ik hoorde dus dat met name het Hilton Hotel het laatste ruzie met de taxichauffeurs... dat ze kwamen niet. Ja, wij hebben deze week al heel veel hotels. Wij zullen u zo spoedig mogelijk doorschakelen naar een vrije chauffeur bij u in de regio. Jongens, ze staan in de regen op het rook in. Kwartjes erop? En dan? Als je kwartjes op zijn, dan zou je sowieso een probleem hebben. Dan kan je ook niet voor de taxi betalen. Maar dit duurt toch veel te lang? Op dit ogenblik is het zo dat als je in de regen naar een andere taxicentrale belt... je waarschijnlijk niet eens zo snel aan de beurt bent. Je krijgt eerst 48 wachtende voor u. Maar wat was nou de ruzie die in de krant of zo van de week zo was? Het is heel simpel. Een groep chauffeurs van de oude centrale die... Een ogenblik geduld, alstublieft. Wij zullen u zo spoedig mogelijk doorschakelen naar een vrije chauffeur. Ik hoop dat het lukt. We hebben een zeer groot tekort aan chauffeurs door het massaal overstappen van grote groepen op onze centrale. Dus helaas moeten we af en toe mensen teleurstellen. En het zou kunnen dat dit een gevolg is. Er zijn zeer hard nieuwe chauffeurs aan het werven. We hebben iedereen beloofd dat we voor 1 januari genoeg chauffeurs hebben om daarna iedereen te bedienen. En wij hopen dat mensen ons die tijd geven.
En in ieder geval de ervaringen van de klanten, verschrikkelijk leuk. Ik heb ontzettend leuke telefoontjes, e-mailtjes, brieven gehad van mensen die de service gebruikt hebben. En die niet alleen over het systeem van inbellen enthousiast zijn, maar ook over de kwaliteit van de chauffeurs en van het vervoer. Maar kunnen we nou niet veel beter die hele vergunningen gewoon afschaffen en dan gewoon maar lekker gaan rijden met z'n allen? Nou, ik ben er wel degelijk voor dat er een bepaald vergunningstelsel blijft. Want je wil natuurlijk een bepaalde kwaliteit hebben. Je wil, de taxis die zijn toch redelijk aan de prijs in Nederland. Je wil dat die chauffeur netjes gekleed in een goede auto zit. En met name precies dat is iets waar veel professionele bellers, zoals de horeca, erg gecharmeerd van. Komen jullie uit de taxiwereld vandaan zelf of niet? Nee, we komen uit de IT, de informatietechnologie. Dus we zijn begonnen met twee softwarebedrijven. En we hebben met z'n tweeën dit volledig automatische en onbemenste systeem opgezet. Nou. Het is de eerste onbemenste taxicentrale waar wij van weten in Europa. Nou, ik zou zeggen, het ging nog niet helemaal vlekkeloos, want de taxi die laat nog op zich wachten. Maar laten we hopen dat het in de praktijk beter gaat. We hebben auto's nodig. Het is simpel, we zijn met 150 auto's gestart. Het publiek is veel massaler overgestapt op ons. Je hebt meer vragen dan... Ja, op dit moment zitten we met een vraagaanbodpunt. Maar zijn de taxichauffeurs nou gelukkig met jullie, denk ik? Ja, dat zeker. De chauffeurs die bij ons overgestapt zijn, die rijden zich echt helemaal wild. En, nou, dat hoop ik niet. Nee. Maar, en die zijn erg enthousiast. En ik ben blij dat ondanks alle negatieve acties van de concurrent, dat toch heel veel mensen in Amsterdam zichzelf een mening willen vormen over ons systeem. En ik hoop dat dat zo blijft, want of wij deze strijd die niet altijd eerlijk gestreden wordt winnen, dat hangt niet van ons af, dat hangt niet van de concurrent af, dat hangt van u af. Nou, jullie hadden in ieder geval een gemotiveerd betoog. Fijn dat jullie hier waren. Okay. En twee jonge ondernemers die ervoor staan. Ik hoop dat het lukt. We gaan nu naar de keuken, naar Patricio. Ook zo'n jonge ondernemer die gaat ons verrassen met echt. Aan de tafel de rederszoon, 31 jaar, uit Griekenland vandaan. Ik mag zeggen, Stelios, welkom in de show. Pleasure to be here. Yeah. I hope you speak in English now. Yeah, I had to speak English, you know, because... I'm really sorry, I can't speak any Dutch. No, but we're going to learn you to speak Dutch. You are an expert in getting free publicity. How do you fix it every time? I think the taxi idea is brilliant. I think how this guy started with virtually nothing and they managed to get nationwide publicity is absolutely brilliant. And I think it's a very good example of how, if you come into an industry that has been regulated for so long, it has been, if you like, fixed and expensive and ripping off the consumer for so long, and you try and change things and make them easier and cheaper, then you have the consumers and then the media on your side. So it will be easy taxi. Well, we need to talk about it. Yeah. I already invited these guys to come and see me. Can I get Luton. My commission then? Or 1% commission 1%. If the deal is done. My life, my whole life. No, 1% on the sale price. On the sale price, and that's a cheap price always. You don't want to be a middleman. You don't want to earn 1% forever. We had the same problem. We